NEC weet zich niet te herpakken na de verloren derby en speelt gelijk tegen Heerenveen. De onvrede onder supporters blijft groeien. Ja, we beginnen met sport vandaag. Zaterdag speelde NEC de uitwedstrijd tegen Heerenveen. De ploeg van Rogier Meijer wilde zich revancheren na de verloren derby tegen Vitesse. NEC heeft niet de gewenste seizoenstart, net als Heerenveen. Die wachten nog steeds op een eerste overwinning dit seizoen. De Friese begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen al snel op een 1-0 voorsprong. NEC had niet echt het antwoord en de gelijkmaker viel onverwachts. In de tweede helft weten beide teams niet meer te scoren en het blijft 1-1. Met één punt mag NEC tevreden zijn gezien het slechte spel. Aanvoerder Lasse Schöne was dan ook boos na afloop. Ik denk dat wij de eerste 25 minuten wel even de kluts kwijt waren. Continu onder druk, 2-1 tweede ballen. En laten we misschien wel van geluk spreken dat er maar 1-0 staat. Maar daarna krijgen we iets beter controle, iets beter, maar we creëren eigenlijk vrij weinig. En ik denk dat de eerste keer dat we diep lopen, maken we gelijk een goal. Je zegt ook 1-1, mag je misschien dan blij mee zijn. Je bent dan toch, tenminste denk ik, redelijk ontevreden over wat je uiteindelijk hebt gecreëerd op het veld, als ik het goed zeg. Wat heb je dan gezegd in de kleedkamer bijvoorbeeld? Want je oogt ook op het veld redelijk geïrriteerd. Ja, nou ja, geïrriteerd, boos, omdat we niet wat we doen. Weet je, iedereen speelt wel eens een minder wedstrijd. Dat gaat er niet zozeer om. Dat gaat er gewoon om afspraken die we hebben gemaakt. En als dat er niet nagekomen wordt, ja, dan word ik wel een beetje boos, ja. En goed, op een gegeven moment, weet je, we kunnen wel allemaal lief tegen elkaar zijn. Maar als we spelen zoals de eerste 25 minuten, mogen we best wel boos op elkaar worden. Dan mogen we best wel de waarheid zeggen. Zo gaat het ook eens. Ben jij dan de enige die zijn mond opentrekt of zijn er meer die dan boos worden? Ja, er zijn wel meer die boos worden, maar goed, het is grote mannenvoetbal. En als je het niet tegen kan, dan... Dan moet je maar iets anders gaan doen, weet je. We kunnen niet altijd elkaar over de bol heien. Dit is wel, wij willen hier gewoon winnen. En als je niet je uiterste best doet, dan hoor je het ook wel. Maar wat ik zeg, toen ging het wel wat beter. Wat ik net zei, gezien ons spel vandaag, kan ik wel leven mee 1-1. Maar dit was wel een grote contrast qua spel van de eerste 60 minuten van vorige week. Ja, veel gemeenten timmeren al een tijdje hard aan de weg op het gebied van duurzaamheid en vergroening. Zo ook de gemeente Overbetuwe. Afgelopen zaterdag was er weer een gelegenheid voor inwoners om tegels uit je tuin in te wisselen voor plantjes. Nieuw deze keer was het adopteren van een boomspiegel. Al in de vroege ochtend reed een zogenaamde tegeltaxi door het dorp om tuintegels op te halen bij inwoners die daar vanaf willen. In ruil daarvoor waren er op de gemeentewerf gratis plantjes af te halen. Ik ben net verhuisd naar Elst. En heel veel straattegels in mijn voortuin. En ik vind het leuk om meer groen te hebben. Dus ik dacht met mijn zoon alle straattegels eruit. Het was een beetje een spontane actie. Hoeveel mensen doen er aan mee? Het zijn ongeveer 140 inwoners die zich hebben aangemeld voor de actie vandaag. Ik heb ook maar wat besteld. Ik weet niet eens precies wat. Maar groener mag het in ieder geval worden. Ja, eigenlijk alle tegels die uit de tuinen komen, in allerlei soorten en formaten mogen worden aangeboden. En voor iedere 30 bij 30 formaat aan totaal kunnen ze plantjes krijgen met een maximum van wat plantjes. Ja. Naast plantjes in ruil voor tegels kunnen inwoners ook een boomspiegel adopteren. Op de gemeentewerf waren vandaag paaltjes af te halen die deze boomspiegels markeren. De boomspiegel is eigenlijk meestal ongeveer 1,5 meter rond stuk grond om de boom heen. Dat is ruimte die de boom nodig heeft om goed te kunnen groeien. En vaak zijn dat kale stukjes grond. En die kun je adopteren en mooi aanplanten met planten, zodat er ook onder de boom sprake is van een mooi stukje groen. Niet iedereen hoefde dit pijltje zelf op te halen. De 7 pijltjes voor de boomspiegels in de pijlkruid werden door de wethouder hoogstpersoonlijk afgeleverd. Heel blij mee. Net is het eerste paaltje geslagen. Jullie hebben dit met de buurt gedaan. Ja, klopt inderdaad. Met de hele straat. We hebben er in ieder geval het grootste gedeelte van de straat voor 7 boomspiegels. De actie vanuit de gemeente. En dit is het resultaat. Daar zijn we gewoon heel blij mee. En nu heeft de hele straat dezelfde uitstraling. Dat hopen we wel, ja. En een stukje rust in het groen. Het waren spannende momenten voor enkele bezoekers van de Nijmeegse najaarskermis.
vrijdagavond. De Booster, een attractie van zo'n 60 meter hoog, was door een technische storing tot stilstand gekomen. Op dat moment zaten nog bezoekers in de gondel die op het hoogste punt bleef stilhangen. Dat meldt Dagblad de Gelderlander. Volgens de attractiehouder stond er een schakeltje verkeerd, waardoor de storing kon ontstaan. De Nijmeegse najaarskermis was afgelopen zondag voor het laatst geopend. En deze editie vierde de kermis tevens zijn 750ste verjaardag. Rijkswaterstaat voert momenteel onderhoud uit aan de A50, wat de nodige verkeershinder oplevert. Vanavond wordt begonnen aan de snelweg tussen Valburg en Grijshoord. De werkzaamheden aan dit wegdeel duren tot en met dinsdag 17 oktober, 5 uur 's ochtends. Door de week gaat de snelweg om 8 uur 's avonds dicht en om 5 uur 's ochtends weer open. In het weekend gaan de werkzaamheden iets langer door en is de weg om 7 uur 's ochtends pas weer vrij. De extra reistijd is volgens Rijkswaterstaat tot 30 minuten. En deze week vindt in Nijmegen het geschiedenisfestival Toen plaats. Het is de eerste editie nadat de naam van 024 Geschiedenis is losgelaten. Door de week heen zijn er allerlei activiteiten, zoals een tour door de middeleeuwse kelders van de stad en archeologie voor kinderen. Vrijdagmiddag werd het festival officieel afgetrapt in het Nijmeegse stadhuis. Nou, het is een Nijmeegs geschiedenisfestival, dit jaar met het thema Ondergronds Nijmegen. Want er zijn nog heel veel plekken niet ontdekt onder de grond in Nijmegen. Denk aan middeleeuwse kelders, bunkers, bankkluizen. En ja, dat zijn natuurlijk hele mooie locaties om historische verhalen te vertellen. Op deze historische locaties zijn allerlei verschillende activiteiten georganiseerd. Zowel jong als oud kan zich vermaken. Er is voor ieder wat wils. Een silent disco op een plek waar vroeger het verzet heeft gezeten. Of een tour langs alle middeleeuwse kelders, waar dan ook weer optredens gaande zijn. Of een bierproeverij in de cryptus van de Stevenskerk. Dus iedereen kan eigenlijk ondergronds gaan deze week. Het festival is niet alleen om een leuke tijd te beleven in de ondergrondse wereld van Nijmegen. Ze willen ook graag dat je nog iets opsteekt van je avondje uit. Zeker, het is juist een combinatie van ja, vermaak en leren natuurlijk. Want ons doel is ook echt wel om de mooie historische verhalen van Nijmegen te vertellen. Dus zelfs bijvoorbeeld bij de Silent Disco zullen ook verhalenvertellers zijn. En muzikanten die geïnspireerd op dat Nijmeegs verleden optreden en vertellen. Heel de stad is samengekomen om het ondergrondse naar boven te halen. Het Toen Festival is eigenlijk in opdracht van de gemeente. De gemeente is ook een van onze partners. En het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis die organiseert het samen met nog 30 andere partners uit Nijmegen. Rond de 30. Dat zijn erfgoedpartners, denk aan het Gebroeders van Limburghuis, de Bastij. Maar het zijn ook bijvoorbeeld culturele partners zoals Lux en horecapartners zoals Brouwerij Florijn en wijnboerderijen. Dus zo komt hopelijk alles heel Nijmegen samen in dit festival. Ja, dan gaan we verder met muziek. De Nijmeegse rockband Sonic Whip timmert momenteel hard aan de weg. Een paar jaar geleden namen ze nog deel aan de popronde. Maar op dit moment ruiken ze al voorzichtig aan internationaal succes. Dit weekend bleven ze thuis. Ze gaven een speciaal optreden in platenzaak Discords in de Lange Heeselstraat. Zijn jullie er klaar voor? Het stroomde snel vol in de Nijmeegse muziekwinkel, die al snel aanvoelde als een zweterige concertzaal. Zelfs buiten bleven voorbijgangers massaal stilstaan bij het horen van de rauwe gitaren en stevige drums. Sonic Whip is een trio dat voor het grootste deel bestaat uit de broers Florian en Marijn, echte Nijmegenaren. Bassist Kevin komt uit Den Haag en vindt de samenwerking... Nee hoor, dat is superleuk. Ik ben ongelooflijk... Het is een eer eigenlijk, want ik kende deze gasten al, de muziek ook. En ik zit met Marijn op school en toen vroeg hij mij voor deze band. Ik was helemaal hyped. Het is alleen maar leuk en een mooie stad, dus ik mag niet klaar. Florian, er komt ook nog wat anders aan voor jullie. Vertel eens.
Ja, we gaan in het begin volgend jaar gaan we optreden in Engeland. Er moeten nog data komen, maar we gaan lekker spelen daar. Ja, want ik heb begrepen, jullie worden op heel veel verschillende buitenlandse radiostations gedraaid. Vertel. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een beetje overvallen. Want we hebben onze muziek toen eerst allemaal uitgebracht. Toen in Nederland viel het eigenlijk allemaal wel mee. Maar in Engeland en Amerika en dus allemaal radiostations, die hebben ons allemaal zitten draaien heel veel. Dus ja, we dachten van ja, dan moeten we wel die kant uit op een gegeven moment. En wie veel wil spelen, heeft ook veel muziek nodig. Nieuw werk is dan ook dichtbij. Ja, 26 oktober komt onze nieuwe single Spinning Around uit. Je kunt hem wel pre-saven. Als het goed is hangen er posters door heel Nijmegen. En ja, er gaat nieuwe muziek aankomen en Spinning Around is de eerste single daarvan. Toch hoeven Nederlandse fans deze heren niet meteen te missen. Nou, aankomende donderdag spelen we in Staten in Utrecht. En volgende week zaterdag spelen we in Culemborg. En check vooral de socials. Ja. Check vooral onze socials, want als ze volgen ons op Instagram, op Facebook. En we spelen natuurlijk super veel shows. Dan moet je op de hoogte blijven waar we spelen. En er komt nieuwe muziek aan. En dan kijken we even nog naar een paar berichten vanaf de sociale media. Gemeente Overbetuwe kijkt via Facebook terug op een indrukwekkende en waardevolle herdenkingsmaand. Zo zeggen ze zelf. Afgelopen weekend vond de laatste twee herdenkingen plaats in de gemeente. Namelijk de Airborne en de Market Garden herdenking. In het bericht delen ze ook nog foto's van enkele andere herdenkingen. Zoals de Polenherdenking en de bevrijding van Oosterhout en het bombardement op Huissen. De Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe bedankt op Facebook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hun studenten van de opleiding Ondernemerschap en Retail Management hebben namelijk een geldbedrag ingezameld ter donatie aan de Voedselbank. Op de cheque is een bedrag van €379 te lezen. De gemeente Nijmegen doet op haar Instagram stories een oproep aan inwoners om mee te helpen bij de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november zullen plaatsvinden. Ze zoeken vrijwilligers die op deze dag willen helpen in de stemlokalen, maar ook mensen die op die dag erna willen helpen bij het tellen van de stemmen. In de stories is een link te vinden waarmee je jezelf kan aanmelden. Ja, vandaag hadden we eigenlijk te maken met een dag die je prima kan verwachten in oktober. Veel bewolking, af en toe wat zon en een graad of 17. Morgen wordt het nog iets beter. De dinsdag start lokaal wel met de nodige mistbanken. Maar als die eenmaal zijn opgetrokken, blijft er een mooie najaarsdag over met een afwisseling tussen bewolking en wat zonneschijn. De temperatuur is wel wat hoog voor de tijd van het jaar. Komt uit op 22 graden morgen. Dagen erna blijft het wat wisselvallig. Woensdag belooft grotendeels nog een droog en zonnige dag te worden. Met eveneens 22 graden, maar later op die dag krijgen we wel met wat regen te maken. Donderdag valt er meer regen en wordt het ook iets koeler. En tot zover het RN7 regennieuws van maandag 9 oktober. Volg ons op Facebook, X en op Instagram. Dat kan via RN7 online. En houd voor het laatste nieuws natuurlijk onze website en app in de gaten. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.